Hoi. Het is maandagochtend. Jee, we moesten volgens bed uit. Zullen we dat iets spontaner doen? Wat wordt ons begin? Is dat gewoon... Het is vandaag maandag. Doe dat nog een keer, dan kijk ik ook gezellig. Ja, doen we het samen. 3, 2, 1. Het is vandaag maandag. Wij zijn vandaag in Hazerswoude bij Astrid Hoppenbrouwer van Horses in Hands. Wat gaan we doen vandaag, Tess? Vandaag gaan Blondie en Jess voor het allereerst op de aqua-trainer. Ze gaan deze week 3 keer om er goed aan te wennen. En dan gaan ze iedere week of iedere maand 1 keer. Dat weet ik niet eigenlijk. Ik denk dat ze nu even gaan wennen en dat we dan een plan opstellen om de paarden zo nog meer in de training te helpen om te ontwikkelen in hun lichaam. Ja. Ik ben heel benieuwd wat ze ervan vinden. Ja, ik ook. Het lijkt me wel raar om op zo'n lopende band met water erin te staan. Ja, het is wel heel goed voor ze, want ze moeten dan echt los in de rug en die passen zo gaan maken. Dus ik ben wel echt heel benieuwd hoe ze het gaan vinden. Ja, dus vandaag is even volgens mij wendag. Dan krijgen ze ook geen water. Ze alleen even op de loopband kennis maken. En dan zijn we er morgen weer. Ja. Hoi. Leuk dat jullie er weer zijn. Ja, zeker. En vandaag gaan we voor het eerst aqua trainen. Hartstikke spannend. Nou, maar wij maken het altijd een heel klein beetje minder spannend door van tevoren even alles heel goed te bekijken. We hebben een dierenarts en de dierenarts die kijkt altijd of het paard helemaal gezond is. En als dat zo is, dan kunnen we het paard gaan voorbereiden op de aqua training. En dan zal de dierenarts ook aangeven van hoe we het beste het programma kunnen instellen. Ja. En hoe we het beste het plan kunnen vormgeven. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Nou, en als alles goed gaat, dan gaan jullie straks zien dat hij op de aquatrainer gaat. En dat is altijd een beetje spannend voor het paard. Maar daar staan we met z'n allen omheen om hem te laten wennen. Nou, dan ben ik heel erg benieuwd of Blondie helemaal goed uit de testen komt. En of ze dan vandaag op de aquatrainer mag. Spannend, gaan we het zien. Hoi. Hi. Volgens mij heet ze Blondie, had ik meegekregen. Zeker. Nou, snappen we wel waarom ze Blondie heet, meisje? Ja, knappe meid. Hoe oud is ze? 5. En wat doe je met haar? Op dit moment het zijn hondensnoepjes, wijfie. Oh. Het zijn paardensnoepjes. Op dit moment rij ik B met haar. En heb ik in principe mijn punten voor het L. En train ik eigenlijk al op L2 niveau. En, Kom je nog tegen iets specifieks aan met de training? Is aan de ene kant ook moeilijker dan de andere kant? Of, Ze is links sterk. Waardoor, en dan is rechts haar makkelijke kant. Ja. Dan is het heel lastig om soms de halstrekken. Halstrekken vind ik heel lastig. En soms vooral halstrekken eigenlijk. Halstrekken lastig. En is ze verder heeft ze wel eens blessure gehad of iets problemen gehad ergens? Ze is kreupel, nou niet helemaal kreupel, maar onzuiver geweest bij haar linkerbeen. Linksvoor? Rechtsvoor. En hoe lang geleden was dat? 2-3 maanden. Oké. Okay. Maar nu gaat alles weer goed. Ja. Je bent nu volop aan het rijden ook. Ja. En wat wil je uiteindelijk, zeg maar? Wat springen. Springen? Ja. Gewoon puur springen, niet eventing, echt puur springen. Oké, okay, leuk. En dan zo hoog mogelijk. Ja. Wat gaat. Hoe oud ben je zelf nu? 13. Oh ja, dan heb je nog even lekker te gaan. En wel knapperd is het hoor. Dank je. En is er ook springgefokt? Ja. Oké. Nee, wat ik even ga doen is, ik ga even naar de kijken. Dan kijk ik eerst eventjes van hoe is ze gebouwd, hoe is ze qua spierontwikkeling. Ik schrijf altijd heel veel dingen op, ook in mijn telefoon. Ik noem ook al best wel veel dingen, maar schrik daar niet van. Want het is niet alsof er niks goed is, maar het is meer om te kijken van wat kunnen we nog beter maken voor haar. Zodat het voor jou straks in het rijden makkelijker gaat en dat zij steeds fitter blijft eigenlijk ook. Dus dat ze, om ook te voorkomen dat ze problemen gaat krijgen. Dan voel ik er eventjes na. Dus dan voel ik even naar hoe de spierspanning aanvoelt en of ik nog ergens verdikkingen voel of warmte die er niet hoort te zitten. En dan kijken we even de rechte lijn in stap en in draf. En we kijken eventjes als ze een volte stapt, linksom en rechtsom, eventjes hoe haar lijf buigt. En of ze een beetje recht wil stappen of dat ze op 3 sporen wil lopen, wat je heel vaak ziet. En als dat allemaal goed is, dan gaan we beginnen met de aquatraining. Ja, ja, helemaal goed. Achter het zadel heeft ze wat hogere spierspanning. Ja, in het lendengebied doe je dan waarschijnlijk, hè? Hier, ja. Ja, daar hebben best wel veel paarden hoor. En is zij nog recent behandeld door een fysio of chiropractor? Of... Ja, Amber Koppens, 3 weken geleden of zo. Zelfs als dus. Oké. Ja. Had Amber nog iets bijzonders gevonden? Ja, dat beter ging met eigenlijk alles wel. Ja, en doet ze er nog ook met naaltjes behandelen? Oké, ja. Nou, ga ik eerst even naar de kijken. Doe ik eventjes vanaf links en maak ik even een rondje om daarheen. Ja. Begin ik altijd eerst even kijken van is ze gewoon attent? Nou, ze lijkt op zich hartstikke attent. Of ze een goede vacht heeft, ziet er ook goed uit. Of ze niet te dik is, maar dat lijkt ook netjes. En dan kijk ik een beetje naar
de wervelkolom en de spieren. Dan mag ze een klein beetje de hoofd zo houden. Ja, top. En ik ben altijd heel overdreven, zeg maar, echt aan het kijken. Dus als ik naar de hals kijk, dan heeft ze op zich hartstikke mooie hals. Als je echt heel goed kijkt, dan zou je zeggen dat ze hier mag ze nog wat meer ontwikkelen. Er zit nog een klein beetje een dipje. Hè, in de, dus hier mag nog wat meer spierontwikkeling. En deze halswervel zie je dan iets duidelijker zitten. Ook omdat die spieren eromheen wat minder ontwikkeld zijn. Even van achter kijken. Ja, mag ze, als het lukt, zo vierkant mogelijk staan. Oké. Okay. Dan ga ik even vanaf voor kijken. Ja, meisje, moet ik heel eventjes een beetje erbij zetten. Zo, keurig. Ja, waar ik nu naar kijk, is ook een beetje naar de... Van onder kijk ik dan. Dan kijk ik een beetje naar de symmetrie en dan kijk ik naar de halswervels. Dus wat ik zie is, hè, wat ik al zei, dat deze aan de linkerzijde wat meer opvalt. En heeft hij hier aan de rechterzijde degene die daarboven ligt juist die iets meer opvalt. En wat ik dan vind is dat ze hier aan de linkerkant wat minder ontwikkeld is. Maar dat verschil lijkt rechts. Ja, is er eigenlijk ook wel redelijk gelijke mate. Dus ik zit ook te kijken, van, is dat dan hetzelfde of is de ene kant erger dan de andere kant? Maar dat, dat valt mee. Dus ik kijk een beetje naar de symmetrie, zeg maar. Is het gelijk links en rechts? En gelukkig is ze braaf, ze komt niet op schoot zitten. Dus dat, dat scheelt ook weer. Zeker ook omdat jij zegt van ze heeft een beetje links-rechts verschil met rijen. Dan heel vaak zie je dat ook wel eens terug in spierontwikkeling. Dan ga ik eventjes erna voelen. Mag ik er gewoon overal aanraken? Ja, ik vind sommige dingen vervelend. Ik voel nu eventjes naar de kaakgewrichten. Die zitten hier. Daar voel ik heel eventjes ook of dat links en rechts gelijk is. Of ze verder niet pijnlijk is als ik erop duw. En dan voel ik een beetje naar de spieren in de hals. Kielspieren, spieren van schouder en dan het voorbeen. Dat zijn mooie droge beentjes. Nou, dan voel je inderdaad wel ietsjes meer spierspanning. Zo achter het zadel naar het lendengebied. Maar op zich, het valt mee hoe pijnlijk ze erop is als ik er overheen ga. Ook de hamstrings is een heel klein beetje hogere spierspanning hierachter. En dan zie je ook dat ze een klein beetje knijpt als ik eraan zit. Ja, van mij zie. Nou, ze heeft keurig geleerd om haar voetje op te tillen zodra je aan de beentjes zit. Dat is op zich altijd netjes, alleen... Ik moet altijd eventjes checken van, is dat dan niet dat ze het doet omdat het pijn doet? Maar de meeste paarden hebben gewoon geleerd dat zodra je aan het been zit, dat ze het been optillen. En je voelt rechts, voel je een beetje hetzelfde. Dus dat in het lendengebied, het gebied achter het zadel, iets meer spierspanning is dan links. Alleen het, links is in het over het algemeen al iets meer spierspanning dan rechts. Dus ze heeft ook wel een verschil tussen dit, het zadelgedeelte en het gedeelte achter het zadel. Alleen links is het gehele, de gehele rug ietsjes hoger in spierspanning dan rechts. Nou, helemaal prima. Ik schrijf nog wel even op wat ik nu gevoeld heb. En dan gaan we zo even rechtuit op en neer stappen. Ja. Ja, nu kijkt ze heel erg naar die bloemen. Dus dan is ze sowieso natuurlijk een beetje scheef. Even kijken hoe het dan wordt als ze verder stapt. Dan zie je dat ze een klein beetje wijdbeens wil stappen achter. En dan met name linksachter wat naast links voor wil zetten. Dus als ik van achter kijk, dan staat linksachter op een ander spoor dan linksvoor. Dus dan noemen we dat ze een beetje op drie sporen loopt. Nou, op zich, de manier waarop ze de voorbenen neerzet, is gewoon netjes recht. Ze is sowieso qua bouw netjes wel recht ook in de voorbenen. Dan mag je eventjes draven. Ja. En op zich is het mooie bij aquatraining is juist dat je zo'n bewegingspatroon, als ze niet helemaal recht zijn, dan kun je ze juist een beetje helpen op de aquatraining. Dat gevoel van het water helpt ze daar heel sterk bij. En wat je hier ook ziet, is dat ze een beetje hetzelfde is in stap. En dat ze dan voor wat bodem nauw is en achter wat bodem wijd. Ja, dus wat ze zeg maar, als ze op je af komt draven, dan zie je dat de voorbenen best wel dicht naar elkaar toe bewegen. Dus eigenlijk wat dichter dan dat ze gewoon nu zo staat. En want als ze gaat draven, dan nu zit er zeg maar ongeveer 20 centimeter tussen de voorvoeten. En als ze gaat draven, wordt dat ongeveer 10 centimeter. Dus ze doet een heel klein beetje, zodra ze gaat draven, doet ze heel klein beetje dit voor. En achter doet ze juist een beetje wat wijd. Wat je dan eigenlijk een beetje krijgt, is zo'n soort driepootstafeltje. En sommige paarden doen dat ook omdat ze hun balans dan wat makkelijker kunnen houden daar. Dus dat is ook een stukje weer, dat als zij meer balans, meer spierkracht krijgt, met name ook wat meer aanspanning van de buikspieren, dat ze waarschijnlijk die balans beter kan houden en beter kan blijven sporen. En in de aquatrainer kan je dat heel mooi trainen en ook dat sporen kun je beter trainen in de aquatrainer. Mag ze hier nog heel eventjes een volte links omstappen en een volte rechts omstappen? Hier in de wending zie je hetzelfde, dat ze dus het linker achterbeen wat naast het linker voorbeen wil zetten. Dus het zet het linker achterbeen meer naar binnen toe. En als je dan kijkt, als ze de rechter volte maakt, dan blijft rechtsachter eigenlijk redelijk
in de lijn van het rechtervoorbeen, dus in het spoor. Op zich, hè, ze laat haar hals mooi vallen. En in de rug zie je eigenlijk ook wel voldoende beweging. Je zou misschien nog iets meer mogen zien dat ze het bekken achterover kantelt, dat de rug nog iets meer bolt. En je ziet wel dat als ze linksom de bocht omgaat, dat ze ook een heel klein beetje afremt en dat ze iets minder makkelijk inbuigt. Oké, mag je er even halt houden? En dan mag ze even achterwaarts. En als ze achterwaarts gaan, waar ik dan op let, is kunnen ze überhaupt achterwaarts? Kunnen ze het qua coördinatie? Weten ze waar ze hun benen neerzetten en doen ze het redelijk gelijk links en rechts? Of doen ze de ene pas groter maken dan de andere pas? Dus wat nu lijkt is dat ze soms met linksachter een grotere pas naar achter maakt dan rechtsachter. Mag je nog één keertje doen? Wat het nu soms een beetje lijkt is dat ze linksachter een grotere pas maakt en dat ze rechtsachter dan bijzet. En dan weer linksachter een grotere pas en rechtsachter bijzet. Dat kan toeval zijn, dus doe nog even een keertje. Nou, het is niet een heel groot verschil. Deze pas was wel weer groter rechtsachter. Dus het kan ook een beetje toeval zijn. Oké, dank je. En je ziet dat ze een beetje zowel naar links als naar rechts uitwijkt. Dus niet echt een grote... Ja, achterwaarts doen we eigenlijk niet zo heel vaak. Het is wel op zich een goede oefening sowieso, ook wel voor het bekken. Dus als je gewoon met aan de hand stappen bij wijze van, of als je een keer naar de wei toe brengt of zo, en je zet er stil en je doet een paar keer achterwaarts, is eigenlijk altijd wel een goede oefening ook voor het bekken kantelen en aanspannen van de buikspieren. Dus dat zou je op zich zo aan de hand best wel een paar keer kunnen doen. Ja. Dus wat mij betreft heeft ze verder gewoon groen licht om op de aquatrainer te gaan. Wat ik nu zo zie, wat voor mij doelen zouden zijn, is eigenlijk... Hè, zo, ik heb zo qua houding en stand en dat soort dingen niet echt enorm grote dingen. Je hebt kleine dingetjes dat je zegt van nou, deze spieren mogen nog iets meer ontwikkelen. En je ziet bijvoorbeeld bij de kniespieren mogen nog iets meer ontwikkelen. En een stukje bij de hals, waar we het al eerder over hadden, dat nog iets meer mag ontwikkelen. Ik denk met name wat bij haar is dat ze dus op een rechte lijn... een beetje scheef wil gaan, dat ze de achterhand, hè, linksachter wat beetje naar links wil zetten en dat ze dus een beetje wijdbeens wil plaatsen. En ik denk met name dat, dus met name bewegingspatroon, rechtgerichtheid en dat ze dus spoort, dus dat er waar de voorbenen uitkomen, als je zeg maar in het zand kijkt waar de afdruk van de voorvoet is, daar moet eigenlijk ook de afdruk van het achtervoetje zijn. En wat je nu ziet, als ze bijvoorbeeld met links, waar de afdruk van het linker voorvoetje zit, dan zit linksachter zit er eigenlijk naast. He, dus eigenlijk wil je dat hij in dezelfde lijn, dus dat ze meer gaat sporen. En dat kun je heel mooi trainen in de aquatrainer. En dan ook dat ze nog iets meer aanspanning krijgt van de buikspieren. Dus dat gaan we doen. Dan gaan we nog eventjes de staart opbinden. En eerst even een paar keer er rustig overheen lopen. Even kijken. En als het spannend vindt, dan geven we er een heel klein beetje sedatie. Zodat ze een klein beetje rustiger is. En zo'n eerste sessie duurt ook niet zo heel lang. Dus eventjes dat ze de balans vindt, dat ze even snapt wat het allemaal is. Ja, dat is heel goed. Wat doet zij verder als ze dingen spannend vindt? Hoe reageert ze dan normaal? Nou ja, ze doet soms een paar pasjes naar achter, maar ze doet nooit echt stijgen of iets. Oh, oké. Okay. Goed dan, meisje. Goed dan. We doen eerst gewoon even een paar keer dat ze er overheen lopen, dat ze dat snapt. Braaf, keurig. Je moet altijd even goed opletten waar de benen zijn. Ja, braaf. Ja, precies. Ja. Even opletten waar je beentjes zijn, hè. Knap, hè, mom. Goed hoor. Laten we er heel eventjes wachten hier, zodat ze weet dat ze daar straks ook moet wachten. En dan lopen we er rustig vooraf weer van de aquatrainer af. Braaf. Ze is best een beetje naar achter aan het kijken. Ja. En dan zie je al wel dat ze, omdat dit anders is, dat ze gelijk een klein beetje scherper wordt. Dus ik zal er straks een heel klein beetje sedatie geven, dat even dat scherpe randje eraf is. Goed zo. En dat is meer omdat dan die aquatraining ook gewoon gelijk wat beter verloopt. Nog wel één keertje en dan nog even eventjes... Ja, knappert. Je bent hartstikke knap. Even achter. Even achter. Dan is het heel goed mee. Zo is het goed. Goed zo. Nou, als ze op de tweede keer er overheen lopen, gaat dan al veel makkelijker. Want dan denk ze, oh ja, nu snap ik dat drempeltje. Even wachten nog. Zo. Oké. Ongeduldig. Zo, luister ik even kort naar haar hart. Want altijd voordat we sedatie geven, altijd heel even checken dat ze gewoon normale hartslag heeft. Nou, dat klinkt netjes. Dus dan
geef er even een klein prikje. Vindt ze dat oké, prikjes? Of houdt ze daar niet van? Oké. Okay. Iemand hier die prikjes eng vindt? Want... Nee hoor. Nee, oké. Okay. Ik had al het laatste keer dat de eigenaar zei van... Hou hem alsjeblieft vast, anders ga ik tegen de grond aan. Nu vind ik het een beetje spannend. Zo, bravo. Ik heb er geen iets roep, hè. Bravo, maar mensen, even wachten. Even een klein prikje. Ja, het is oké. Zo. Wat ze de eerste keer lastig vinden natuurlijk, is ze komen op die band en ineens gaat die band bewegen. Dus dat vinden ze heel gek. Dus wat ze kunnen doen is dat ze een beetje zoeken naar hun stapritme. En dan kunnen ze soms wel eens een beetje van links naar rechts gaan. Dus soms gaan ze even stilstaan, dan gaan ze weer naar voren. Dus dat ziet er een beetje rommelig uit. En de ene stapt zo weg en de andere is een beetje aan het zoeken. Dat verschilt heel erg per paard. Dus degene die achter ons staat, die achter bij haar staat, die zorgt dat ze naar voren blijft stappen. Dus als zij iets te veel gaat afremmen, dan kan het zijn dat ze even een tikje moeten geven. Om eventjes dat ze weet van, hey, ik moet wel gewoon blijven lopen. En meestal doe ik eventjes met een paar voer. En ze is al redelijk op het voer, dus dat ze ook een extra reden heeft om naar voren te komen. En dan doen we eigenlijk redelijk snel al een klein beetje water erbij. En de reden daarvoor is dat zodra ze dat water voelt, dan zijn ze vaak ook wat zekerder van, oh ja, er zit wel gewoon een bodem. Als die bodem natuurlijk ineens gaat bewegen, dan denken ze wel eens van, hey, er zit niks meer. Maar als er dan water is, dan zie je vaak dat ze het ritme gelijk weer pakken. En dan gaan we gewoon heel even kijken dat we naar een mooie snelheid, dat ze gewoon een goed ritme heeft. Even kijken van, hoe beweegt ze? He, wil ze een beetje tegen één kant leunen of blijft ze redelijk recht? Vaak zie je ook dat ze een beetje of de ene kant op gaan leunen of soms een beetje van links naar rechts zoeken. En zo'n eerste sessie doen we nog niet zo heel erg lang, omdat het best wel vermoeiend is. Want het is zoveel nieuwigheid dat het ook mentaal zeg maar heel vermoeiend is. Dus we maken het niet te lang. Dus op een gegeven moment als we zien dat ze weer meer moeite gaat krijgen met de balans, dan gaan we het op een gegeven moment weer afbouwen. Wat belangrijk is in het begin is dat de mensen die mee zijn, dat die altijd eventjes op één plek blijven. Als ze op een gegeven moment goed in het ritme loopt, dan kan ik tegen jou zeggen dat je even naast me komt staan. En dan kun je er wat dichterbij. Maar in het begin is het fijn als ze ruimte heeft voor zich, want anders is het gek dat je zij moet bewegen. Jij staat stil, dat is een beetje een rare... dan denken ze, hoezo moet ik bewegen en sta jij stil? Dus ze doen meestal dat in het begin eventjes in ieder geval kunnen zien van, dat ze vrij kunnen bewegen. En dan kan later iemand erbij. Ja, dat is helemaal goed. Goed zo, meisje. Heel netjes. Lekker, hè, snoepies. Ja. Goed zo, meisje. Nog een stukje naar achter. Heel knap. Ja, heel knap. Nu naar achter gaan, heb ik de naam niet. Ja. Hoeveel staat hij? Ik heb een 3-6. Ja, dat is wel goed. Zo. Kom maar, Wipie, kom maar. Kom. Goed zo, braaf. Heel knap ben jij. Heel slim. Goed zo, Wipie. Heel braaf. Keurig, meisje, keurig. Kom maar, heel goed. Kom maar, het is goed, het is goed, het is goed. Goed zo. Goed zo. Knap hoor. Mag ik in één fractie vlotter? Ja. Goed hoor. Dan ga ik even ophouden met voer geven. Daarvoor. Goed zo. Nou, van de voorkant kun je zien dat ze ook nog een beetje aan het zoeken is naar de balans. Maar wat ze eigenlijk al wel mooi doet, is dat ze gelijk al de stapritme heeft. Dat vanaf het moment dat ze begon, dat ze eigenlijk al wel goed stapte. En je ziet dat ze nu een beetje aan het zoeken is waar ze de achterbenen wil plaatsen. Soms wil ze hem inderdaad nog een beetje wijd zetten. En soms zet ze hem al in het spoor. Goed hoor. Keurig. Braaf. Juist.
Netjes hoor. Heel netjes. Goed zo, meisje. Goed zo. Goed zo, netjes. Ja, prima. Als ze op een gegeven moment moe begint te worden, dan zie je dat ze wat meer achterop raakt. Hè, dat ze het ritme niet meer helemaal bij kan houden. Dat de balans weer wat meer kwijtraakt. Bij sommige paarden zie je dat ze wat meer stress gaan krijgen. Dat ze iets meer spannen. Dat zijn dan tekenen voor ons dat ze moe beginnen te worden. En dan gaan we het afbouwen. Je mag trouwens, als je rustig beweegt, mag je hier naast mij komen staan. Of ze denkt elke keer dat tuurpak. Dat is het. Ja, kijk eens, daar komt je baas. Ja, ga even meekijken. Ja, laat ze mooi de halsje zakken. Ja. Ja, ik denk dat we zo gaan afbouwen. En je ziet nu dat ze steeds wat meer achter naar achter gaat. Ja, omdat ze een klein beetje moe begint te worden. Braaf hoor. Goed zo. Ga ik even het voer erbij houden. Ja, braaf hoor. Goed zo, braaf. Goed zo, braaf. Nou, geluiden reageert ze niet zo heel erg op. Braaf hoor. Goed zo. Ja. Ja, dat is gek, hè? Het water weer weg. Ja, dat is gek. Goed zo. Ja, dat is gek, hè? Ja. We hebben zonder water. Ja. Goed hoor. Ja, keurig, meisie. Zie je ook dat ze iets meer moeite heeft met de balans zonder water, hè? Dat is een beetje... Dat is natuurlijk ook een beetje gek. Goed hoor. Ja, keurig. Ja hoor. Kom maar meisje. Kom maar. Wij maken zelf ook altijd even geluid als de band aangaat en als de band stopt. Zodat ze dat ook op een gegeven moment een beetje leren. Dat ze niet te overvallen wordt met dat hij ineens stilstaat. Keurig hè? Ja, hartstikke netjes deed jij dat. Ja, die heeft snoep. Nou, ik was eigenlijk voor zo'n eerste keer echt heel erg tevreden. Wat je mooi zag is dat ze eigenlijk best wel snel al het ritme te pakken had. En wat ik in het begin zei is dat ze soms heel erg aan het zoeken zijn. Dat viel bij haar eigenlijk best wel mee. Ze stapte eigenlijk wel netjes mooi weg. Daarom pakt ze ook al gelijk een mooie lengte in de hals. En wat sommige paarden heel erg doen is dat ze het dan eng vinden en dat ze zich heel kort maken. Dat is ook de reden dat als we een klein beetje sedatie geven, dan ontspannen ze ook wat makkelijker en dan pakken ze ook wat makkelijker lengte. Naarmate ze langer bezig was, zag je dat ze nog mooier de hals liet zakken. En wat je dan nog wel ziet, wat ze dan nog een beetje heeft, dat ze soms een beetje naar links en soms een beetje naar rechts en de balans nog een beetje aan het zoeken is. Ik stond natuurlijk aan de rechterkant, dus ik kan niet exact zien wat ze achter wil, maar ik begreep van jou dat ze linksachter al beter in het spoor zet. Ze mooi in het spoor inderdaad. Af en toe als ze de balans verloor, even niet natuurlijk, maar ze herstelde zichzelf en dat is natuurlijk heel positief. Ja. Dus ik denk dat dat gevoel van het water, dat er dat heel erg kan helpen om nog rechter te blijven. Dan gaat ze linksachter eigenlijk gewoon wat beter belasten. Hè, omdat ze nu soms een beetje buiten de massa wil zetten. En ik denk je dat uiteindelijk in je rijen ook gaat merken dat het dan ook waarschijnlijk links en rechtsom ook wat makkelijker gaat worden. En dit was natuurlijk echt een wensessie. Dus dat is ook dat zij begrijpt van hoe de lopende band werkt en het ritme. Je zal zien dat ze dat volgende keer eigenlijk al gelijk zo op weg loopt. En ik denk, want ze is... Volgens mij af en toe een beetje ongeduldig. Het zal me niks verbazen als ze de volgende keer al staat te schrapen van aan met dat ding. Ja. En ik denk bij haar ook dat we redelijk vlot... kijk, die eerste 3 sessies moet ze gewoon nog eventjes door. En dan redelijk vlot daarna het water kunnen verhogen. En mijn doel zou zijn minimaal halverwege het pijpbeen. Wat ik eigenlijk wil voor haar is dat ze met name achter sterker wordt. Dus dat ze achter wat meer bekken gaat kantelen. En dat ze de lendenen wat meer gaat opbollen. Dat krijgen we vaak als het water ietsjes hoger is. Belangrijk daarbij wel is dat ze aan de voorkant mooi die hals laat vallen. Als ze nou aan de voorkant heel erg, als het zwaar gaat vinden, het hoge water, ze gaat heel erg dit doen in die hals, dan is het water te hoog, dan moeten we weer wat lager. Maar ik denk eigenlijk zoals ze de hals nu gebruikt, dat we dat niet snel gaan krijgen. En dan kunnen we dus die achterhand wat meer gaan trainen, dat ze daar wat sterker wordt. En dus ook die rechtgerichtheid verbeteren. Ja, maar ze heeft haar A-diploma gehaald, dus...
Ja, nee, keurig. Ik ben super trots op haar. Ja, ja, nou, dat mag je zeker zijn, want ze deed het echt heel erg goed. Echt uit het boekje. Ja. En ja, misschien is het ook heel leuk als je de volgende keer er bent, dat er misschien ook een klein stukje gefilmd wordt, dat je al ziet dat het een heel stuk nog makkelijker gaat eigenlijk. Want ik denk net als wat Morgan zegt, dat zij wel zo'n hele enthousiaste pony zal zijn die denkt van hé, hey, we gaan weer. En wij zien ook vaak dat paarden, als ze eenmaal door de wensessies heen zijn, dat ze het echt leuk vinden. Dus de meeste paarden die komen al op een positieve manier ongeduldig binnen, zeg maar. En dat zou me niks verbazen als dat bij haar ook zo is. Dus dat is hartstikke leuk. Ja, ja, je kan aquatraining op verschillende manieren inzetten. Dus je kan het inzetten als een hersteltraining of als een training op zichzelf, bijvoorbeeld krachttraining. En omdat je bepaalde spiergroepen meer gaat belasten, is het meer krachttraining dan uithoudingsvermogen. Want de hartslag is niet zo heel hoog in de aquatraining, dus het is echt meer krachttraining. En ik denk in jouw geval dat het meer echt als een vorm van krachttraining. En wat we dan in principe doen, is dat de training die je vandaag hebt, dat is dan ook de training van de dag. En nu, die wensessies zijn dan niet zo heel lang, maar zeker als je straks een volledige sessie hebt, dan mag ze daarna natuurlijk nog wel in de paddock of in de wei of dat soort dingen, maar niet meer rijden of logeren. Dat is dan echt de training van de dag. En naarmate zij er beter in wordt in het aquatrainen, dan kun je het ook wel mooi als een herstelsessie in gaan zetten. Dus bijvoorbeeld als je een dag hard getraind hebt, dat je dan de dag daarna gaat aquatrainen. Zodat ze wel mooi die spieren losmaakt, maar dat ze qua intensiteit iets lager is dan in je zwaardere training thuis. Dus voor nu, in het begin is het meer nog een krachttraining. En later, als het makkelijker en makkelijker gaat vinden, kan je het eventueel ook als hersteltraining inzetten. Maar ik denk, hoe vaak rij jij nu in de week? Daan die rijdt 1 keer per week en dan heb ik 3 keer per week les en de andere 2 dagen heeft ze vrij. Ja, precies. Nee, want voor nu kan je het dan gewoon mooi nog als krachttraining inzetten. Maar mocht jij nou, dat ze bijvoorbeeld 6 dagen in de week onder zadel loopt, die paarden krijgen we ook wel eens, dan zetten we het vaak veel meer in als een hersteltraining, omdat die paarden al zo zwaar getraind worden, dat je dan een beetje variatie wil geven. Maar voor haar is het gewoon nog een mooie krachttraining voor nu. En dan hoe vaak per keer zouden we ongeveer na deze 3 keer terug moeten komen? Ja, ik zou in het begin, als je het meeste resultaat wil, zou ik toch in het begin eventjes 1 keer in de week minimaal. Kijk, als je zegt van nou, ik kan vaker, zou je eventueel ook 2 keer in de week kunnen doen. Maar 1 keer in de week zou ik echt als minimum mee beginnen. En als je op een gegeven moment merkt, nou weet je, ik krijg onder het zadel, kan ik dit en dit al wat makkelijker. En ze gaat al beter dat linker achterbeen in het spoor zetten. Hè? Dus die doelen die we nu gezegd hebben, als dat duidelijk vooruitgang laat zien, dan kunnen we zeggen van nou weet je, we gaan bijvoorbeeld naar 1 keer in de 2 weken. En dan zou je eventueel zelfs kunnen zeggen van we gaan nog minder, of ze heeft niet meer nodig omdat ze die dingen al verbeterd heeft. Maar ik zou in het begin zeker 1 keer in de week. Is het nou een paard, kijk, zij wordt natuurlijk gewoon volop getraind. Is het nou een paard dat verder niks doet? En we hebben hier natuurlijk ook wat revalidatiepaarden en die mogen alleen maar aan de hand stappen. Dan is 1 keer in de week te weinig, omdat ze dan voor de rest van de week niet zoveel doen. Ja. En dan zeggen wij vaak wel, dan probeer dan minimaal 3 keer in de week. Maar in jouw geval zou 1 keer in de week prima zijn. En dan kan je eventueel later nog naar minder, dus dat je naar 1 keer in de 2 weken bij wijze van gaat. Ja, nou is helemaal top. Ja. We doen ook altijd nog eventjes de benen afspoelen met water en daarna ontsmetten we de benen nog eventjes. Ze mesten natuurlijk ook in het water en het is ook grondwater waarmee we werken. Dus we willen voorkomen dat als ze zo van die hele minuscule wondjes hebben, dat dan infecteert. Dus ze staat weer helemaal schoongewassen voor je klaar. Heel erg bedankt. Ja, graag gedaan en tot de volgende keer.